België maakt zich klaar voor het dreigend gevaar van een Duitse inval. Op 31 juli 1914 komt het bevel tot algemene mobilisatie. In huisgezinnen met een man als enige kostwinner blijven vrouwen en kinderen na zijn vertrek vaak zonder inkomen achter. In tegenstelling tot de Tweede wordt de Eerste Wereldoorlog een echte hongeroorlog. Toch geloven de soldaten nog niet echt in een Duitse aanval. Waarom zouden ze immers een neutraal land binnenvallen?